Zoals altijd voorafgaand aan een duel van NAC, ook vandaag een gesprekje met een jeugdtrainer van onze club. En vandaag is dat Geert Brusselers, de trainer van A1. Geert, goedenavond. Goedenavond. Ja Geert, om meteen maar even met de deur in huis te vallen. Jij bent onlangs een veelbelovende jongen kwijtgeraakt, hè? Ja, correct. Thomas Vermeer, ja. Ja, en 17 jaar oud, in bezit van een contract en jeugd international, heeft er geen zin meer in. Was dat voor jou als donderslag bij heldere hemel? Nee, op dat moment niet meer. Gedurende het jaar is er wel al een paar keer aangegeven door Thomas dat het plezier wel langzaam uit het voetbal ging bij hem. Dus dat was geen complete verrassing. Die eerste keer dat ik dat hoorde, en dat was een paar maanden daarvoor, wel degelijk. Want het is uiteraard toch moeilijk voor te stellen. Dat is ook wel een beetje het verhaal bij iedereen. Maar goed, als je luistert naar hem en zijn argumenten aanhoort, ja, dan vind ik het nog steeds jammer en is het nog steeds lastig te begrijpen. Maar ja, goed, kun je er wezenlijk alleen maar begrip voor opbrengen en zeggen, ja goed, het zijn jouw keuzes op deze leeftijd. Wij hebben zo goed en zo kwaad als dat het ging geprobeerd dat van input te voorzien. Mm-hmm. En het is uiteindelijk toch zijn beslissing. En ik kan hem niet dwingen te gaan voetballen. Nee, en hoe heb je dat gedaan, die input erin brengen? We hebben op verschillende vlakken hebben wij gesproken. De problemen zitten niet zozeer alleen in het voetbal, maar in het pakket van zijn leven. En hij vraagt zich serieus af of dit nou zo zaligmakend is, dat voetballen. En iedereen die daarin zit, die heeft daar geen vraagtekens bij. En hij wel, dan ga je daarover praten. En daar zijn toch, voor mij was het ook wel een eye-opener. Ja, er zijn mensen die er anders in zitten. Daar kun je alleen maar respect voor hebben. Ja, en in hoeverre ben jij eigenlijk een trainer die ook een soort van persoonlijke vertrouwensband opbouwt met zijn spelers? Dat zal altijd moeten. Dat zal ook altijd gebeuren. Ja. Uiteraard met de een wat meer dan met de ander. Nou, met Thomas heb ik heel veel gesproken. En zijn we ook best wel diep gegaan uiteraard. Zeker gezien zijn problemen. Dit zijn niet veel voorkomende problemen. Dus die band die je met Thomas had, die is toch anders als met andere spelers. Hij heeft zich echt al blootgegeven. En we hebben echt ook al geprobeerd daarin... voor hem wat meer houvast te bieden. Maar ja, goed, dat is wel gelukt. Alleen in die zin dat hij met alle pros en cons, zeg maar, heeft gezegd van nee, dit is toch niet wat ik wil. Ja, dat is dan vooral heel jammer. Ja, maar duidelijke zaak. Want hij zei ook dat hij vrijheid nodig heeft en niet zo van de discipline is. Ben jij juist een trainer die wel op discipline hamert? Ik ben wel een trainer die op discipline hamert, ja, absoluut. Maar om nou te zeggen dat in de weg heeft gestaan bij Thomas, dat denk ik niet. Want Thomas zelf is gewoon wezenlijk een prima gedisciplineerde jongen. In de zin van dat hij verdomd goed weet wat kan en wat niet kan. Hij heeft alleen geen zin om daar de rest van zijn leven, zoals hij dat dan ziet, de rest van zijn voetballeven, mee te maken te hebben. Dat is het. Dus ik hoef hem dat niet echt bij te brengen. Het is niet zo dat deze jongen gebukt ging onder de discipline die er door mij of door anderen werd opgelegd. Dus dat is het verhaal niet. Nee. Dus je hoeft jezelf en andere mensen binnen de club ook helemaal niets te verwijten? Als ik het goed begrijp. Nee. Uiteraard kijk je naar jezelf. Wat had je hier aan kunnen veranderen? Ja. Wat had ik hier aan kunnen doen? Maar het is iets wat al vanaf de C'tjes, de B'tjes en de A'tjes speelt. Vorig jaar hebben ze de beker gewonnen. En ook toen vroeg hij zich af wat hij op dat veld deed. Oh. Ja, dat is, ik kan me voorstellen. En dat vraag je als trainer eens wel af. Hè. We maken een moeilijk seizoen door. We winnen weinig. Dat kan meespelen in de beleving van zo'n jongen. Dus dan mag je best vragen, maar ja, verdorie, heeft dat ook invloed op zijn keuze? Ja, dat blijkt dus een minimale keuze of een minimale invloed gehad te hebben. Omdat dat vorig jaar toen hij de beker won met de A, dat hij hetzelfde gevoel had. En dat hij ook zei van ja, ik ga hier denk ik niet mee door. Nee, dus dat is echt een gevoel. Dat is iets wat al langer speelt en wat wij als NAC denk ik niet hadden kunnen voorkomen.